En ja, je ziet nu tegenwoordig, hier kan geen auto meer langs. De hele binnenstad is autovrij. Maar toen was het het summum van moderniteit. Zelfs in Nijmegen is niet alles mooi. Professor en inwoner Nico Nelissen stelde daarom een boek samen over plaatsen die volgens de Nijmegenaren hard aan verbetering toe zijn. Bijvoorbeeld omdat het verwaarloosd is of een bron van ergernis voor omwonenden. De reden dat we dit boek hebben geschreven is het feit dat wij van de Nijmegenaren wilden weten wat zij nu vinden dat er in Nijmegen verbeterd kan worden. Welke plekken zich ervoor lenen om er nog een mooiere stad van te maken dan de stad die we al hebben. En dan met name die plekken die ook geweldige potenties hebben om dus Nijmegen inderdaad tot een nog meer stralende stad te maken. Een van de plekken die naar voren kwam om te verbeteren is natuurlijk de Molenpoortpassage. Stadsgids Wim Bilo legt uit waarom dit toen zo gebouwd is. Maar toen het gebouw gebouwd werd, kon je aan de zijkant omhoog om zo met je auto het dak op te kunnen en dan inkopen te kunnen doen. Dat was een modern concept in die tijd. In verschillende steden in Nederland is dat ook toegepast. Dus het was eigenlijk een teken van de tijd. De auto kon de stad in. En ja, je ziet nu tegenwoordig, hier kan geen auto meer langs. De hele binnenstad is autovrij. Maar toen was het summum van moderniteit. Dit moet zijn functie van parkeerplek verliezen. En daarvoor in de plaats moet een stadspark komen. En dat stadspark moet een fantastische ruimte zijn voor de mensen die in de binnenstad wonen om hier een bepaalde rust te hebben. Het mooie aan deze plek is natuurlijk, en mensen zagen dat nooit voordat deze plek er was dat je ineens het oude stuk van de Molenstraatkerk ziet. En niemand die dat ooit zag. En nu het een parkeerplek is, je stapt uit je auto, je kijkt. Daar staat nog het oude stuk van de Molenstraatkerk. Hoe mooi kan dat zijn? Aan de Lange Hezelstraat zitten een aantal steegjes. Die worden ook wel gasjes genoemd. Ook met die gasjes is wel wat mis, volgens de Nijmegenaar. Het is een onderdeel van het stedelijk weefsel. Maar de wijze waarop ze ingevuld zijn, de wijze waarop ze gegraviteerd zijn, de wijze waarop er allerlei spul geplaatst wordt, betekent dat de belevingswaarde van deze steegjes minder is dan dat ze zouden kunnen zijn. Ze nodigen niet echt uit om daar eens even naar binnen te lopen en de vele moois te zien wat daar eigenlijk te zien is. Vroeger waren het allemaal echt steegjes. Prostituees, criminele activiteiten, dat waren de steegjes. Daar kwam je als voornaam burger niet. Behalve in deze gas, deze heette Gulden Wagengas. En als mensen van buiten de stad kwamen, vlak bij de stadspoort zitten we hier, dan gingen ze met hun koets eerst hier naartoe. Hier was een koetshuis. En dan kleden ze zich om en dan stegen ze over in een mooiere koets. En met die mooiere koets gingen ze dan de stad in. Dus zo'n gasje had ook een beetje de functie van een beetje achteraf, een beetje omkleden en dan opgesmukt de stad in. Kijk, en dat zijn steegjes ook. Gewoon van die achterafplekken die elke stad nodig had en nodig heeft. Ook het casino aan de Wouwkade ontbreekt natuurlijk niet bij de verbeterplekken. Dat gebouw is in deze context eigenlijk een ongelukkig element. Het is te volumineus, het is te horizontaal georiënteerd. Het drukt historische panden weg. En qua gebruik wordt het vooral in de avonduren gebruikt en is het overdag een dode boel. Een zegen voor Nijmegen. In Nijmegen was toen, en dat is mogelijk nog steeds, dat weet ik niet, een redelijk armlastige stad. Nijmegen had het casino nodig, want die Waalkade die was verhabbezakt. Er stond eigenlijk bijna niks meer. En dat casino zorgde voor economische activiteit en voor aantrekkingskracht voor anderen, onder andere restaurants. Dus voor Nijmegen was het economisch gezien een zegen. En de gedachte is, althans van een van de personen die dat ingezonden heeft voor de verbeterplekken, kunnen we hier niet dit opdelen in kleinere delen met eventueel Anton Pieck-achtige gevelpartijen. Het boek heet Nijmegen op weg naar een nog mooiere stad. En er worden nog 79 andere verbeterplekken in besproken.